Maar we zijn hier in Slovenië. Het EK Pubia 2022. Eerste discipline, streeppool zit erop. Met een medaille voor Nederland, Niels Feijen. Yes, sir. Bronzen medaille. Vertel, hoe is het toernooi gegaan? Het toernooi is echt super gegaan, moet ik zeggen. Ik ben echt dik tevreden. Ik heb partijenkletsers voor wedstrijden gespeeld. De eerste partij moest even op gang komen, want we hadden net de Eurotour gehad. Dus de focus was even omschakelen van ninebond naar streeppool. Dus ik start een beetje traag, maar toen schoot nog 79 uit. De wedstrijd daarna was de eerste 100 uit. Vervolgens verloor ik van Sanjin. Ik kwam terug en kwalificeerde me nog tegen kamergenoot Mark Bijsterbos. En vanaf daar ging eigenlijk het hek van de dam. Dus gewoon ik 100 uit, nog een 100 uit eroverheen. 107 uit in de kwartfinale tegen Petri. En tegen de Villa schoot ik nog een 87 serie. En ik was hem lekker aan het uitschieten, maar helaas, pindakaas. Er gebeurde iets en toen was het omgedraaid en die verloor ik. Dus half finale is jammer, maar ik ben echt dik tevreden. Mooi! En dat belooft natuurlijk ook veel goeds voor de volgende disciplines. Ja, we krijgen nu Tembel. Vorige keer Tembel in Turkije was eigenlijk niets. Het was redelijk gegaan, verloor laatste 16, maar mijn break was eigenlijk best zwak. Dus ik heb heel hard gewerkt aan mijn break. De laatste 4 maanden en die gaat best goed. Dus ik ben heel erg positief gespannen om te zien hoe het hier gaat werken. Dus ik moet morgen om 9 uur weer gelijk op de bak. En dan gaan we op onze ontdekkingstour. Ja, dus voor die oude mensen geen baai in de eerste ronde. Nee. Laat je medaille nog één keer zien. Daar is die. Ja jongens, we zien hem tegenwoordig vaker met de Terminator Tips. En ook de Mental Course natuurlijk. Maar Daddy can still play. Ja, Daddy still got it.